Hey Simon, het is lang geleden dat we in de cinema waren. Nou, welkom. En ik ben er natuurlijk weer niet voor niks, want er zijn weer allerlei ontwikkelingen. Waarvan de belangrijkste waar ik van weet, een geheel nieuwe 4K projector is. Ja, dat klopt. Nou, 4K ken ik wel, volgens mij ben ik nu in 4K aan het opnemen, maar dat is dan op iPhone niveau. En dat is wat een beetje andere koek. Consumentenniveau. Ja, ja, maar vertel eens, wat hebben jullie aangeschaft? We hebben een 4K projector, we hadden een 2K projector, dus wij gaan eigenlijk... Ja, in gewone mensentaal 4000 pixels laten zien. Dat is dus super scherp. Twee keer zo scherp als we hadden. Op zich is de standaard in Nederland van bioscopen nog steeds 2K. Maar er komen steeds meer films op 4K. Bijvoorbeeld gerestaureerde klassiekers. En deze film die gaan wij morgen laten zien. Collector. Dat is onze Ruben Brandt Collector. Dat is een animatiefilm in 4K. Dus langzaam, we zijn klaar voor de toekomst. Als het allemaal 4K wordt, dan kunnen wij dat haarscherp laten zien. Ja, en je vertelde er net ook nog, want jullie zijn natuurlijk ook bezig met de kleine bioscoop in het tuinhuis van de Kloveniersdoelen. Ja. En ja. De oude projecten verhuisd daar naartoe. Ja. Maar dan is het interessante dat de twee projectors die kunnen nog met elkaar communiceren op afstand. Ja, ja, we geven de huidige projecten nogal wat langer leven. En dat is een kleine afstand in het kleine huisje, dus dat is ook hartstikke scherp en hartstikke goed. En we gaan de projectoren en de servers met elkaar verbinden, zodat we de programmering op elkaar kunnen afstemmen. Ja, precies. Nou, dus dat is hartstikke mooi. En ja, dan is er natuurlijk nog iets belangrijks. Ja. Morgen heeft het publiek de mogelijkheid om de nieuwe film te komen bekijken. Om 3:30 doen we een testvoorstelling. Die is gratis toegankelijk en daarna is die ook gewoon heel de week. En gratis toegankelijk is natuurlijk zolang de voorraad strekt, want vol is vol, dat soort dingen. Ik denk dat het vol gaat zijn, maar goed, je weet maar nooit. Nee, maar iedereen is in ieder geval waard en welkom. Dus als je erbij wil zijn, ruim voor 3:30 aanwezig, bak je koffie en... Even via de website. Ah, even via de website, heel goed. Maar lopen we even de zaal nog in voor een... Ik hoor al wat denderen. Echt een upgrade, joh, omdat je dus... Als je vooraan zit, dan dat is zo loopzuiver. Dat is echt geweldig. Ja, dat is echt leuk hoor.